Nee, dat gaat niet. Dat is te lang geleden. Hey, ik ben Tom van Beesten Signature en welkom bij een nieuwe Raps of the Week. Deze week gaan we deze Porsche 996 omtoveren of verder afwerken in het satin Black Dust Gold. Deze Mercedes Sprinter die krijgt een custom wrap die we zien niet langer wit binnenkort, maar die gaan we helemaal zwart maken en nog van die speciale dingetjes aan toepassen. We gaan een M3 en een Tesla Model 3 in XPEL PPF plakken en we gaan een dag naar Curbstone. Check out the wraps of the week. Welkom op Curbstone. BC Signature is alweer van de partij op dit Curbstone Track Event en wij gaan ervoor zorgen dat straks alle wagens in samenwerking met XPEL proper naar huis kunnen gaan. Maar we doen hier ook nog andere dingen. Deze racewagen heeft een nieuwe eigenaar gekregen en ze wouden het design van de wagen dat wij al een tijdje geleden gewrapt hebben behouden, maar er moest natuurlijk een beetje nieuwe sponsoring aangebracht worden. En hier ter plekke op het circuit zorgen wij daarvoor en onze Tom gaat dat allemaal waarmaken.
andersom, jong. Even een kleine update. De Sprinter is al heel wat geëvolueerd. De ene zijde is zo goed als af. Verder hebben we ook nog de Gold Dust Porsche Carrera. Deze staat klaar voor een levering bij zijn trotse eigenaar. Maar de week is nog niet gedaan, want verder hebben we ook nog een heel eerst klaarstaan voor een X-pelbehandeling. Dus blijf zeker kijken. We'll be right back.
We hebben hier de sprinter van Avenue bij ons. Avenue, een bedrijf dat vooral bezig is met interieurdecoraties. En die wou hun saaie witte sprinter in een nieuw jasje steken. Hoe zijn we daaraan begonnen? We hebben samen gezeten met de klant. En eerst werkten we met foto's, maar dat bleek het toch niet te zijn. Dus hebben we gekozen voor een vaste kleur als de achtergrond en dan enkele elementen die terugkomen in het logo. Nu, voor de kleur te kiezen, eerst wou de klant een mat zwarte basis. Daar zijn we toch van afgestapt, omdat op zo'n grote wagen toch snel een gevoelloos iets gaat worden. Dus hebben we gekozen voor een mat charcoal metallic, samen met een glanzende charcoal metallic en wat witte accenten. Let's go, check it out. Eenmaal het design in de finale stage zat, hebben we ook het design voorgesteld op onze 3D-rendering software. Zo krijgt de klant toch ook nog een unieker gevoel bij zijn eigen ontwerp. Hier staan we dan bij de afgewerkte versie van Avenue. Zoals je ziet, heel leuke accenten met de glanzende accenten die terugkomen in dezelfde kleur als de matte basis. En het logo dat er mooi in het groot op staat, zodat iedereen weet over wat het gaat. Kijk nog zeker even verder voor leuke beelden van deze wrap. Avenue staat klaar voor levering. Dit is dan ook het einde van de week en volgende week werken we nog de Mercedes GLE af. Verwachten we een Porsche Taycan Cross Turismo die een volledig X-Pel stealth jasje krijgt. Komt er een Mercedes A-klasse binnen voor dezelfde behandeling, alleen dan de gloss? Nee, dat klopt niet. De Avenue staat klaar voor levering. Dit is dan ook het einde van de week. Volgende week werken we nog juist de Mercedes GLE af, verwachten we een Porsche Taycan Cross Turismo die een volledig X-Pel stealth jasje krijgt en komt er ook een Ford Kuga binnen voor een color change in matte pine metallic green. Vergeet je zeker niet te abonneren op ons kanaal en geef deze video zeker een duimpje. Tot wrap!